Ik heb voor jullie ook nog een dansje dat jullie thuis al eens een keertje kunnen oefenen. Ons dansje heeft als titel de sprookjesdans. Dus ik ga verschillende sprookjesfiguren aan bod laten komen in ons dansje. En daartussen is eigenlijk altijd hetzelfde stukje dat we gebruiken. Zie het als een soort refreintje in een lied. Dat komt eigenlijk ook altijd terug, dat refreintje. Nu, ik ga eerst het tussenstukje even uitleggen, of het refreintje. En dan gaan we daarna eigenlijk tezamen ons dansje proberen. Dus, wat gaan we doen? Ons eerste stukje is eigenlijk een bijtrekpas. Ik moet nog een beetje verder gaan staan. Dus een chassé'tje eigenlijk. Hè. Chassé en op. Chassé en op. Loop. Huppel, huppel, huppel in een rondje. Chassé en op. Chassé en op. Huppel, 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 huppel in je rondje. Dat is ons stukje dat we heel veel gaan herhalen. Ja, dus je kan eerst dit even oefenen voordat je hele dansje doet. Nu, de verschillende sprookjesfiguren die aan bod komen in dit lied zijn Pinocchio. Dus Pinocchio beweegt heel houterig. Echt van standbeeld naar standbeeld. Daarna hebben we de oude heks. Ja, dus denk een oude heks die wandelt een beetje voorovergebogen. Die heeft misschien pijn in haar rug. Die heeft een wandelstok. Je mag je fantasie laten gaan. Dan hebben we de grote, vieze, oude trollen. De trollen die zijn super groot. Dus die bewegen heel groot en traag. En als vierde sprookjesfiguur hebben we eigenlijk Pinocchio. Pinocchio, die hebben we al gehad. Wat bedoel ik nu? Ik bedoel natuurlijk ons konijn van Alice in Wonderland. En konijntjes, dat kunnen jullie goed zijn. Dus ik weet dat dat zeker gaat lukken. En we hebben ons konijntje. Dat gaat super snel, want die heeft nooit geen tijd. Dus dan mag je heel snel bewegen. En als laatste zijn we op het prinsessenbal of het prinsenbal. En dan mag jij zelf kiezen welk sprookjesfiguur jij bent. En stel je voor dat je iemand tegenkomt, dan mag je daar een hele mooie buiging naar maken. Dus ik zou zeggen, zet je klaar. En dan gaan wij dat samen proberen. We gaan het gewoon in één keer doen. Wil je dat thuis in stukjes oefenen, dat mag ook. Dan zet je gewoon het filmpje op stop en begin je opnieuw. Maar ik ga nu de muziek opzetten, dus ik hoop dat jullie klaarstaan. En je mag gewoon met je voeten samen staan. Oké, we staan klaar. En we gaan opzij. Ik doe het op mijn plekje, omdat ik niet zoveel plaats heb, maar heb je meer plaats, dan kan je bewegen als Pinocchio en probeer ook je benen te gebruiken. En we gaan terug opzij. Bye.
sneller bewegen. Kijk op je klok. En we gaan terug. Klaarstaan. Terug. En daar zijn we. Heupel op je hoekje en naar op. Nog een keertje. Heupel op je hoekje en naar op. We zijn op het bal, dus we hebben heel mooi gedaan. En je mag een buiging maken. Heel goed gedaan. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben aan dit dansje.